nooit. Gewoon nooit. Wat ben je aan het doen? Ah, het leukste vak in de wereld. Hè? Barbecue. Allemaal buikruggen van bezorgd. Jij naakt? Ja, weet je, dat is gewoon een onvredelijke ervaring wat gewoon niet meer van het netvlies afkomt. En ja, waar ik gewoon nog heel veel ervaringen mee ga beleven, hoop ik. Gaat dat nog een keer gebeuren? Ja, lekker. Ja, gaat dat nog een keer gebeuren? Dat is wel een goede vraag. Nou, ik vind het wel goed dat jij naakt achter het drumstel gaat zitten. Jij? Ja. Doe dat maar niet, dus je daar allebei. Ik vind het op zich wel een goed idee. Ja, dat is goed. Ik moet even met Carlijn overleggen, want ik weet niet of het zo'n goed idee is. Wat is een goed idee? En dat ik naakt achter een drumstel ga zitten zo meteen. Als er veel beelden zijn, als Reinier daar ooit nog eens een keer gaat trouwen, met alle foto's uit zijn kottenperiode, briljant. Kijk even kijken of het toch vlees is. Heb je al de helft van het vlees al weg? Lekker. Ja. Heb je nog een hamburger? Ik heb geen broodjes voor, hè? Gemaakt van vlees. Ja. Oh, echt? Hier. Heerlijk. Ja, ik zei het. Heet ze. Gezellig. Heerlijk. Ja? Lekker weertje, lekker vleesje. Is goed. Super. Nee, ik heb het helemaal naar mijn zin. Kun je nog herinneren dat jij 25 werd? Nee. Het is één groot zwart gat. Nou ja, goed. Ik heb het niet echt gevierd, dus ik weet het eigenlijk niet goed. Meer. Aan de zijkant is toch wel... Ja, weet je wel. Doe je al een kleurspoeling en zo? Nee, dat doe ik niet aan. Oké. Okay. Jij gaat gewoon lekker... Ja, ik vind de reclame zo slecht, dat doe ik niet. Je denkt, met grijsheid komt ook wijsheid. Ja, kijk. Okay. Ja. Tijd komt niet met wijsheid, maar wijsheid komt met grijsheid. Het is wel spijtig. Ik heb niet zoveel aandacht om grijs te worden. Dus... Oh, ja, jammer. Zit ik daar? Ja, ik ben al wijs. Nou ja. Word jij kaal? Ik word hier achterop een beetje kaal. Echt? Ja, heel klein beetje. Ben je bang om oud te worden? Nee, ik wacht erop. Ja? Al heel lang. En waarom? Oude mannen schijnen aantrekkelijker te zijn. Dan mensen met een baby. Hè? Ja, ik heb het expres laten groeien. Ja. Speciaal om te compenseren daarvoor. Of niet? Compenseren. Ja, hier achterop dat monnikenplekje. Dat compenseer ik met dit heel vieze, vlassige, ranzige baard. Hé, hey, rommel. Goed, jongen. Ja, ben je? Ja? Altijd. Goed. Tent, of hij een tent heeft, maar we kunnen trouwens geen contact met hem krijgen. Ja, dus dan moet je maar net zien. Wil jij smijten? Nou, toch redelijk, toch? Dit was heerlijk. Gaan we zingen voor Tom. Lang zal leven. Ja, nog een tekort aan woorden voor je. Nee? Dan moeten we wel even tellen. Ik knop. Een beetje met een keer. Hier bij de piep. Dat is het hondje. Het is net zo snel afgelopen als ik. Zeg eens. Kas wordt helemaal gek. Zin? Beetje best in leven. Lekker donker te worden. Want we vieren vandaag een verjaardag. Ja, onze beste Tom die... Kijk. Die is al 25 jaar op deze zaakloop. Moeten we toch vieren. Ik... Ik vind het geniaal dat jullie er allemaal zijn gekomen. En ja, dat maak ik niet elk jaar mee. Want ik ben meestal op vakantie op jullie. Dus laat me open trekken dat ding. Goed. Nou Tom, voor je 25-jarige huwelijk op deze aarde. Hè? Zal het knallen in de... Ja, is goed. In lijf. Ik geef het fles aan jou. Ja. En dan ga ik terug. Ja, flink gezet. Ja, volgens mij heb ik een kurkentrekker nodig. Dat zijn mooie beelden, jongens. Dan moet je het taartje gewoon aan. Blijf schudden voor gebruik. Tom, ik zei ja. Recht gewoon blijven houden voor gebruik. Blijf schudden. Schudden. Tom. Spuiten... Hebben jullie al met je glazen bij de hand? Ja hoor. Ik nog niet. Ja. Dat zijn toch? Spuit. Hij zit nog even vast. Dat wordt niks meer. Yeah! Spijt je met dat ding. Nee joh, ben je. Ja, tuurlijk. Kom maar op. Hoe is die dan? Salut amigo. Proost mannen. Proost. Tom. En vrouwen. Proost hè.
Nee, wat? Nee, ja, wacht. Ja, doe het. Doe even leuk. Ik ben voor de film. Ik weet één zeker. Oh. Je keek me niet aan. Lekker. Doe er nog maar één. Je keek me niet aan. Lul. Oh, zo. Ja, ja tijdens het zoenen wel. Ja, zoenen. Daar hadden we hem. Ja, ik ga er even komen. Een stukje hamburger, ja. Geniaal. Nog een geluidje voor je. Nice. Grazie. Grazie. Oké. Als jullie het bij een cadeautje laten zoeken. Is goed. Kan je zo achteruit rijden en gaat die racen? Nee, ik niet. Zijn we voor de Zeeland? Ja, op elk moment, speciaal moment dat ik kan denken. Is goed? Grazie. Wat betekent dat? Grazie.